Maar het was toch mooi, ze hebben er toch verlenging uit gesleept. En vandaag gedegradeerde de Ahead Eagles speelt volgend jaar in Europa. En Feyenoord niet. Ik begin even met te vertellen dat ik Marcel Zeeman ben, een van de auteurs uit het boek. En ook de samensteller, ik wist niet hoe die was, en ik denk dat ik het even hoor. Goffel in mij, dat weet ik ook. Die kinderen, dat is die lul. Op een gegeven moment werd ik getipt door iemand die zei: nou, Chris Segers, die heeft wel een heel leuk verhaal. Chris Segers, ja, Chris Segers. Nou, Chris, kom op, vertel het. Voorjaar 1995. De laatste maand van mijn studietijd in Groningen breken aan. De studietijd die zich laat omschrijven als een grote romige taart. De laatste maanden komt er een hele vette levensgrote kers op. Ik woon in een oud vervallen huis in het centrum van Groningen met 7 gekken. 's Nachts drinken we en overdag is het voetbal, voetbal en nog eens voetbal. We voetballen praktisch elke dag in het Noorderplantsoen, een parkje om de hoek. Een veldje vol gaten in de grond waar je tijdens elk sprintje om de bal het risico loopt om de enkelbanden finaal af te scheuren. En wat dan ook regelmatig gebeurde. En een ideaal parkje om de hond uit te laten. Elke sliding stinkt naar stront. Het is het hoogtepunt van de dag. Op zondag voetballen we in het 6e van de voetbalclub, 5e klasse onderbond, naakt warmlopen. En dat naakt warmlopen, dat zal ik even toelichten. Ik heb dus in het 6e gespeeld, dat zegt genoeg denk ik. Maar als ik om me heen kijk, zijn er best wel veel mensen die waarschijnlijk ongeveer in het 6e ook hebben voetbald. En dat is altijd, als je het 6e of 7e of 8e voetbalt, dat is altijd 5e klasse onderbond. En het is altijd al heel erg vroeg op zondag. Met als gevolg dat als je dan, het beste wat je kan doen is in één keer doorgaan, na de zaterdagavond. Wat we dus regelmatig deden, maar het gevolg was wel dat we natuurlijk een bakkie op hadden. En dan dachten wij om de tegenstander te intimideren, naakt te gaan warmlopen. En dat was dus letterlijk rekken en strekken met de penis bloot. En het leuke daarvan was niet zozeer dat de mannen die aan de andere helft stonden natuurlijk al een beetje boos werden te intimideren. Maar met name de spelersvrouwen van de mannen, die zaten natuurlijk hun koffie te drinken in de kantine. En wij zaten natuurlijk wel dat hoekje van de kantine op, om dan inderdaad vol naar achter te rekken en te strekken. Met als gevolg dat natuurlijk de eerste kwartier van de wedstrijd alle tegenstanders op kniehoogte binnenkwamen slidingen. Levensgevaarlijk, maar goed. Dat was dus het niveau waarop ik voetbalde. Ik woonde dus in een oud vervallen huis. En tegen de schuine dakwand op de oude zolder van het huis hangt een tussen spinnenwebben vergeelde poster van Ajax uit 1971. Met, jullie weten waarschijnlijk, de Europa Cup 1. Andere tijden. Dat kan nooit meer. Veel weemoed dus. Maar dan komt Louis. Want op die zolder staat ook een tv uit 1971 en een lang versleten bank van ver voor 1971. En daarop zien we hoe Louis van Gaal 3 jaar daarvoor Ajax de UEFA Cup laat winnen op miraculeuze wijze. Het Olympisch Stadion, Bengaals vuurwerk, volle noodtribunes, Torino, een Braziliaanse langhaarige spits en de lat boven Menso. Heel veel lat boven Menso, veel mazzel. Uit 2-2. Thuis 0-0. Heerlijk, heerlijk. Doe even kunnen spinnen. Lucky, lucky bastards. Maar 3 jaar later is er geen sprake meer van geluk. Ajax is groots. Macht, overheersing en zelfvertrouwen zonder een spoortje van arrogantie. Tijdens de winter wordt elke grootmacht van Europa opgerold. Ongeloof, ongeloof bij ons. Zou het dan toch een keertje echt kunnen? De Europa Cup 1, man. Wat nou Champions League? Europa Cup 1. De finale wordt bereikt en we breken de hele zolder af. Holy shit. Ze gaan naar de finale. Gekke voetbal. Een zegentijd, vogelvrij. We moeten gaan, maar we hebben geen cent te makken. Maakt niet uit. Via, via, via komen we aan kaarten. Gratis. Ik weet nog steeds niet hoe, maar de namen Japie, T.
Tinus en Arie komen langs. En Sjaakie's wondersloffen is er niks bij. Ik bel Annabel, een vriendin. En haar moeder woont in Wenen. Bam! Ik vertel haar dat we naar Ajax moeten en dat we kaarten moeten regelen. En zij vertelt mij dat haar moeder een penthouse heeft in het centrum van Wenen. Zij vertelt mij dat een vriend van haar moeder de manager is van het Intercontinental Hotel in Wenen. Zij vertelt mij dat dat de plek is waar de selectie van Ajax slaat tijdens de finale. En zij vertelt mij dat we daar gemakkelijk even binnen kunnen komen na de wedstrijd. Zij vertelt mij dat ze ook mee wilt. Annabel is mijn beste vriendin. Met de twee gezelligste meiden van Groningen. En drie vrienden vertrekken we op maandag de 22e mei richting Wenen. Ik was van de auto's en zou dus wel even vervoer regelen. Het goedkoopste adresje was Top Car Rental op de Herenweg. Dus ik bellen. Het geld was nodig uiteraard voor belangrijke zaken zoals drank. Dus vroeg ik om de scherpste prijs. Nou, dat lukte. Ik hing op en ik fietste naar de autoverhuur om het Fiat op te halen. Iets met Cinquecento of zo. Het was de tijd dat Fiat zijn auto's Chroma noemde. Dus was ik bij het type natuurlijk al lang afgehaakt. Met de sleutel in mijn hand werd ik naar de parkeerplaats achter het bedrijf gestuurd met de boodschap: het is die blauwe daar helemaal achteraan. Na 5 minuten zoeken loop ik terug om te vragen waar die bak nou op stond, waarna meneer Topcar wel even meeliep. Hij wijst bij buitenkomst direct richting een blauw gevalletje dat ik al had gezien. Een gehandicapte auto, een Kanta. Maar nee, het was een Fiat Cinquecento. Cinquecento? Weet ik veel dat 500 betekent? Ik had Korsakoff in die dagen. Hoe we met z'n vijven in de auto zijn gekropen, weet ik niet. En hoe ik het de andere heb weten te verkopen, is een nog groter wonder. Maar in de avond rijden we Wenen binnen bij een ondergaande, schitterende zon. Aangekomen bij ons logeeradresje bleken we al gewonnen te hebben. De mama van mijn vriendin bleek het mooiste penthouse van de stad te bezitten met een dakterras zo groot als een voetbalveld. En een gevulde koelkast waar het Amsterdam Hotel jaloers op zou zijn. Zat alles dan mee? Ja! Want ook het weer was belachelijk. Overdag 25 graden en 's avonds met bier en uitzicht over de stad werd het nooit koud. Op dat dakterras verscheen op een gegeven moment, wonder boven wonder, Maarten Olderhof, de financieel directeur van Ajax. Hij was blijkbaar bevriend met de man van Annabels moeder. En zo hoorden we dag voor de wedstrijd alle ins en outs van de voorbereiding, zoals blessuregevallen, opstellingen, schoenmaten en hoeveel blokjes ijs Louis in zijn bako wilde. Ongelooflijk, wat een mazzel hadden we. Hoe dichtbij konden we komen? De dag brak aan, na een korte nacht op de bank en ik kon niet wachten. We gingen vroeg op pad en hadden bij vertrek de vriend van de moeders ontmoet. Een hele aardige man die ons vertelde dat we na de wedstrijd maar naar het hotel moesten komen. Wie weet kwamen we wel binnen. Hij zei wel een overhemd en een das mee te nemen. En niet veel later haalde ik 3 stropdassen stiekem uit de kledingkast van hem en ging met de straat op. Eerst met een Ajax-shirtje naar het Schönbrunnpaleis. Toeristjes spelen. Ik kan me er echt helemaal niets van herinneren. Wel van elke minuut van de wedstrijd, die avond. Met onze plastic tasjes, gevuld met overhemd en stropdas, zaten we in het stadion ter hoogte van het doel waarin Van der Sar de tweede helft stond. Ik herinner me met name dat Marco Simone levensgevaarlijk was door zijn bizarre snelheid. En bij het zien van die snelheid, en ook dit zal veel mensen waarschijnlijk herkennen, bij het zien van die snelheid kwam mij het besef dat ik waarschijnlijk de top niet meer zou halen. Ik ken je dat gevoel? Ik heb het nog steeds wel eens. De spanning in het stadion was zo onmenselijk groot dat de wedstrijd tijdloos werd. Het eerste kwartier duurde een uur, daarna was het direct rust. En de tweede helft duurde 3 minuten tot de 85ste minuut. Ik heb nauwelijks gezien waarom, maar ineens lopen Rijkaard en Kluivert in extase over het veld. Hij zit erin! Hij zit erin! Iedereen grijpt iedereen vast en begint te springen. Ik weet niet waar ik het zoeken moet en verlies mijn schoen tijdens het juichen. En dan breken de laatste 5 minuten aan. En die duren dan weer 1 uur of 2. Maar Ajax flikt het. Ik kan het niet geloven. Wat een blijdschap. We lopen verdoofd van geluk de tribune af en lopen het stadion uit het park in. Een half uur na de wedstrijd hebben we een taxi te pakken. En ik hoor mezelf schreeuwen: Nachtas Intercontinental Hotel Pieter! Und schnell, ja!
aangekomen. Duiken we een struik in, doen we overhemd en das op en lopen met een stalen gezicht naar binnen. We worden hard gehatten, maar de naam van de baas doet wonderen en zo zit een uur na de wedstrijd in de lobbybar van het hotel. Daar zit Toet Lucky Fucky Ajax van de laatste 100 jaar. Iedereen van de tv en de halve penose van Amsterdam. Geweldig! Ik wou me in een film. Dit kan niet mooier. Jawel. Ik loop naar de bar om 6 bier te bestellen en haal een verfrommend briefje van 50 shilling tevoorschijn. Het bier blijkt gratis te zijn. Ik ben in de hemel. De Europa Cup is binnen. Ongelooflijk, en wij kunnen niet kapot. Ik zie mijn beste maatje ouwe hoeren met Frits Barend. Mijn andere maatje loopt de Polonaise met Ria Valk. En ik zie mijn vriendin Annabel proosten met Gerrit van der Valk. Die van die kersen. En ik ben snel op papier. En dan komt ons laatste maatje aangerend. We moeten naar boven, we moeten naar boven. Kom snel. Waarom weten we niet. Maar even later rennen we een brede trap op met een bruin tapijt en harde muziek zwelt aan. Boven aangekomen kijken we een zaal in waarvan de ingang alleen is afgedekt met een tafel. Het is niet te geloven. Danny Blind loopt langs. Danny fucking Blind, die zojuist op het veld de beker omhoog tilde. Danny! Danny! Hey Danny! Mooi man! Ja! Hoor ik mezelf uitkramen op slechts 1,5 meter afstand van de krullenbol. We zijn op het feest! We zijn op het feest! Ah! Dat is het feest van het team! We kijken elkaar aan en gillen nog een keer. En dan gebeurt het. God komt langslopen. De teruggekeerde. Frankie! Frankie! Franklin Edmundo Rijkaard. Hij heeft de cup met de grote oren in zijn hand. Hé hey Frankie! Foto! Foto! Hij komt naar ons toe en zegt, ja is goed joh, eentje dan. Ik word gek en ik werp mijn wegwerfcamera naar mijn maatje, die daar nog steeds bloedlink en boos over is. Maar hij is de enige die niet op de foto staat. Frank, geef me de Europa Cup en ik pak hem beet. 2 uur na de finale. Ik sta met de cup in de handen. Ik geloof het niet. Ik ben inmiddels vergeten hoe ik heet. Ik kan alleen nog maar lachen van oor tot oor met ongeloof in mijn ogen. De foto is genomen en daardoor geloof ik dat het echt gebeurd is. Die nacht was nog heel lang. Ik heb een brief geschreven aan Louis van Gaal. En dan ben ik een bako voor hem achtergelaten. Ja, dit is de foto. Handrijbaar. Die gast die met die brede lach, dat ben ik dan. En die twee andere vrienden zijn ook nog heel hard aan het lachen. En hier staat dus op dit moment de gozer te fotograferen met een hele zure kop. En hij wist het waarschijnlijk al. Maar die staat dus niet op. Het punt is echt, hier zie je de Europa Cup 1 niet. Want ik heb een paar dingen door elkaar gehaald. Danny Blind, die dus eerder kwam langslopen, die had die Europa Cup in zand. Die heb ik toen even aangeraakt. En Frank kwam later en toen zijn we met Frank dus op de foto geweest. Beetje slordig, hè? Maar goed. De nacht was nog lang, heel lang. Ik heb een brief geschreven aan Louis van Gaal. En dat met een, wat ik daarop heb geschreven is schandalig, maar goed. Ik heb hem met een bako voor hem achtergelaten bij de concierge. En ik heb een beeld voor me dat ik in de lobby achter de piano de sterren van de hemel speel met Henk van Dorp als zanger naast me. Echt waar. En ik speel helemaal geen piano. 24 mei 1995. Het is wachten op een tijdmachine. Dankjewel.